Ik heb les gehad van professor Van Heeswijk vorig jaar. En die stelde voor, hij vond het natuurlijk dat het een heel moeilijke eigenlijk initiatief is, maar volgens hem zou de beste oplossing zijn om terug een soort godsdienst tussen aanhalingstekens eigenlijk terug in te voeren. Omdat eigenlijk toch de meeste mensen niet in staat zijn om te leven zonder zo'n vorm van religie eigenlijk. Ja, dat laat ik voor zijn rekening. Reactionarisme is nooit een oplossing voor een probleem natuurlijk. Je kunt toch niet wetend terug niet meer weten. Je kunt toch niet de klok terugdraaien. De 20e eeuw is de eeuw in het Westen dan, in het luxueuze Westen, van psychische storingen en aandoeningen. Daar staat, dat is niet de schuld van de wetenschap, dat is onder meer het gevolg van het feit dat de wetenschap op dat vlak, met name nog eens de neurologie en de klinische psychologie, nog lang genoeg niet ver genoeg staan. Het is pas met vorderingen van de neurologie en met vorderingen van de klinische psychologie op wetenschappelijk terrein dat men langs de weg van biochemische, dus farmacologische ingrepen op het bewustzijn, daar waar men nu zijn toevlucht moet nemen tot allerlei duistere zogenaamde therapieën, effect zou kunnen sorteren. Maar nogmaals, het is mijn diepe overtuiging dat aan de universiteit heeft men het over de faculteit van de psychologie, van de psychologische wetenschappen. Dat is een rijkelijk overtrokken begrip, hè? Psychologie is in hoge mate literatuur, hè? Is in hoge mate pre-wetenschappelijk. Er is experimentele psychologie die een serieus statuut heeft, maar die is nog op geen lichtjaren toe aan de verklaring van het menselijk bewustzijnsleven. Aan de angsten en depressies die een moeder heeft waarvan het kind is verongelukt enzovoort. We staan nog nergens in het behandelen van al de psychologische problemen waarmee mensen, terwijl ik hier zit te praten, rondlopen. De medische, psychiatrische wetenschap, dat is een lachertje, hè, voorlopig. Wat heeft men nu eigenlijk? Men heeft een aantal antidepressiva die voor 90% niet werken, voor 10% wel werken en men niet weet hoe ze werken en waarom ze werken. En dat is al wat men heeft. Het woord psychiater is een oplichtingswoord. Een Lacaniaan die literatuur ziet te balken, is een anti-wetenschapper. Hij moet met bekwame spoed uit de faculteit psychologie verwijderd worden. Dank u wel. Dus ik vind die therapieën niet zo duister. Mij lijkt dat daar wel iets in zit van dichter bij elkaar komen. Mekaars psychologie gaan begrijpen en daarover praten. En dat dat ook de functie neemt van een troostmechanisme. Is een beetje pre-wetenschappelijk, dat is het laatste wat ik wil zeggen. Dat is pre-wetenschappelijk, maar misschien kondigt dat wel nieuwe inzichten aan en dan nieuwe manieren en nieuwe troostsystemen. Ja, maar daar heb ik helemaal niks tegen. Maar ik noem het geen psychologie of therapie. Ik vind dat misbruikte woorden. Ik noem dat existentiële communicatie. We leven in een maatschappij waardoor de individualisering en het wegvallen van sociale draagvlakken in de samenleving er steeds minder socio-affectieve, existentiële communicatie is. We doen er voor onszelf goed aan die daar waar mogelijk zoveel mogelijk na te streven en we proberen te realiseren. Maar dat moet niet gebeuren met een tegen prestatie betaling werkende therapeut die 2000 frank per uur vraagt om met u te lullen. Hè? Dat vind ik dus wel flauwekul. En het nut van een gesprek, het nut van existentiële communicatie met een Lacaniaan kan mij gestolen worden. Ik wil met mijn vriendin of ik wil met mijn vrouw of ik wil met mijn beste vriend existentiële communicatie, maar niet alles wat tegenwoordig onder het aanbod van therapieën ruilt en zeilt, hè, waarvan het internet uitpuilt. Maar het feit dat we troostsystemen überhaupt nodig hebben,
Ik heb gezegd, blijkbaar heeft de meerderheid van de wereldbevolking die nog altijd nodig. Hoewel ik dat voor het Westen, het Rijke Westen, mijn korreltjes uitneem, want katholiciteit bij ons, het aantal katholieken die geloven dat Maria zonder geneukt te hebben een kleine heeft voortgebracht, die kan ik thuis in mijn living eten geven. Hè? Die dat nog geloven. Maar ik heb dus troostsystemen veel gebruikt, omdat blijkbaar op wereldschaal met 3/4 van de mensheid die quasi of helemaal analfabetisch, dat daar die systemen nog doen. Maar ik zie uw stelling helemaal niet zitten dat we per se troostsystemen nodig hebben. Ik heb dat helemaal niet nodig. Ik spreek nu voor mezelf. Ik heb dat helemaal niet nodig. Ik heb een zoon die zich gesuicideerd heeft. Ik zoek daarvoor geen troost. Ik heb daarmee leren leven. Dat is een bittere faling in mijn leven. Niet dat ik me schuldig voel, maar ik zit daarmee. Dat is vreselijk. Mijn vrouw is veel te jong gestorven. Dat is vreselijk. Maar ik zoek geen troostsysteem. Wat kan ik nu met troost aanvangen? Er is geen troost. Ze is dood. En hij is dood. En ik kan op mijn kop gaan staan. Ik heb geen troost en ik zoek geen troost. Wat kan ik nu met troost aanvangen? Dat is wat het verschil is tussen de verlichte mens sinds de verlichting in het Westen en de religieuze mens. Dat geleerd leven met de aanvaarding van de facticiteit der dingen. Maar dat sluit de troost niet uit volgens mij. Ja, maar dat is met woorden spelen. Als je troost verstaat... Kijk, wat kun je nu wel doen zonder metafysisch troostsysteem? Je kunt proberen van je leven dat je nog hebt. Met de mogelijkheden en de beperkingen waarin je je bevindt. Zoveel mogelijk iets goeds te presteren, zo dat je wat socio-affectieve bevrediging hebt, dat je wat prestatiebevrediging hebt, dat je wat goed voelt in je vel, dat je tegelijkertijd revolteert tegen al het kwaad en de ellende op de wereld, zonder daarom aan projecties te gaan doen van weet ik wat voor heilsgeschiedenis met een ultieme oplossing. Er is geen oplossing. Je kunt leven met de feiten. En de meeste mensen kunnen nog niet leven met de feiten. Dat is het probleem. Ik heb geen last met een absurditeitsfilosofie. Ik ben een absurditeitsfilosoof. Ik ben een Camusiaan, wijsgerig. Ik kan een heel verhaal houden over Camus. Dan zou ik dat kunnen uitleggen wat dat precies betekent. Maar ik heb geen behoefte aan een troostsysteem. Ik heb geen behoefte aan hoop. Ik hoop op niks. Ik hoop dat ik zo lang gezond blijf, dat ik nog dat kan doen en dat kan doen wat ik graag wil doen. En ik heb beslist, als ik dat niet meer kan, dat ik er een eind aan maak. Mij gaan ze niet op mijn dood doen wachten in een rusthome. Voor zo'n soort onzin bedank ik. Hè. Dan zal ik er wel op tijd een eind aan maken. Ik zal hoe dan ook door suïcide aan mijn eind komen. Omdat ik het mens onwaardig vind op je dood te zitten wachten als je uitgeblust bent. Maar ik heb geen troost nodig. Maar ik geef toe dat ik nu iets zeg dat voor een heel kleine fractie van mensen in het Rijke Westen geldt. En dat op wereldschaal natuurlijk nog altijd niet kan veralgemeend worden. Maar kijk, bij het woord troost denk ik altijd aan een pastoor die op begrafenis staat te lullen over, en de engelen voeren hem nu naar God. En hij is bevrijd en hij komt nu in een nieuw bestaan en je kunt daar toch troost uitputten. Gisteren zond de Evangelische Omroep een programma uit waarbij een vrouw, het was typisch evangelische omroep, waarbij een vrouw absoluut niet kon verteren dat haar dochter niet meer geloofde.
En uiteindelijk kwam de aap uit de mouw waarom ze dat niet kon verteren. Ze kon dat niet verteren, omdat ze zoveel van haar dochter hield, dat ze haar niet-godsdienstigheid niet kon accepteren, want haar ziel zou nu verloren gaan en dan zou ze haar dochter in de hemel niet meer bij zich hebben. Zulke knettergekke waanzin zendt men in de 21ste eeuw uit op een zender op tv in Nederland. En dan zeg ik, als dat die vrouw haar troostsysteem is, ja, waarover hebben we het? Ik heb het nog altijd in het woord. Ik heb het woord troostsysteem herhaaldelijk gebruikt om die mythologieën en die religies aan te duiden, maar ik spreek inderdaad, dat hebt u wel gevoeld aan de toon waarop ik het onderwerp behandel, ik spreek ten aanzien van mythologie en religie als een observator. Als iemand die daar geen barst mee te maken heeft. Ik heb daar ook geen last van dat ik daar geen barst mee te maken heb. Ik ben nogthans katholiek door de Jezuïten. Ik ben hier in het hol van de leeuw. Hè. Ik ben katholiek door de Jezuïten opgeleid. Maar de Jezuïten brengen u als leerling zoveel verstand bij dat dat tegen hen speelt. Er zijn al